Goedemiddag, welkom op de Tilburgse studentenroeivereniging VIDAR. Ik ben Albert Goderie, de president van VIDAR. En ik geef jullie vandaag een inkijkje in de vereniging die jullie hier achter mij zien staan. Sinds onze vorige verbouwing beschikken wij over het grootste roeicomplex van Nederland, gelegen aan de watersportbaan Tilburg, waar we met ideale omstandigheden kunnen trainen. Daarnaast zijn er op onze vereniging perfecte faciliteiten aanwezig om zowel op het water als op het land onze roeiers optimaal te kunnen ondersteunen. Ondanks deze goede omgeving voor onze roeiers lukt het VIDAR op dit moment niet om haar roeiambities waar te maken en hebben we zelfs problemen met het vullen van onze eerstejaars achter. Het probleem is dat we qua ledenaantallen achterlopen op de verenigingen waarmee wij willen concurreren. Op dit moment heeft VIDAR 550 leden, wat minder is dan het landelijke gemiddelde van 650 leden, terwijl onze faciliteiten op VIDAR juist ver boven gemiddeld zijn. Jaarlijks schrijven we rond de 300 leden in, waarvan uiteindelijk ongeveer de helft lid wordt. Ons beleidpunt is dus om een impuls te geven aan de jaarlijkse ledeninstroom van VIDAR. Dit kunnen we onder andere doen door middel van het vergroten van de spreekwoordelijke taart waar we onze leden uit halen. Afgelopen jaar hadden we 4 internationale vidraten, terwijl er in 2020 6000 internationale studenten aan de universiteit studeren. In samenwerking met de universiteit willen we dus een VIDAR International Program opzetten om de instroom van internationale te vergroten. Daarnaast studeert 15% van de vidraten aan een hbo-instelling, terwijl er in Tilburg veel meer hbo-studenten zijn dan universiteitsstudenten. Om ons marktaandeel vervolgens onder hbo-studenten te verbeteren, zetten we in samenwerking met de hogescholen een speciaal lenteprogramma genaamd Start Row op. En naast het vergroten van de taart kunnen we er ook voor zorgen dat de stukken die we uit de taart nemen minder snel afbrokkelen en dus beter intact blijven. Op dit moment integreren wij namelijk maar de helft van het aantal ingeschreven leden. En door middel van een intern en extern onderzoek willen we potentiële oplossingen voor dit uitvalprobleem in kaart brengen. De ontgroening kritisch onder de loep nemen is hier een onderdeel van. Kortom, door middel van deze beleidspunten geven wij komend jaar een impuls aan onze ledeninstroom, waardoor we niet alleen 300 mensen inschrijven, maar uiteindelijk 300 mensen inaugureren en hier lid maken. Dank u wel.